In 2013 verlieten de laatste zusters de Sint-Godelieve-abdij hier in Brugge. De abdij wordt de komende jaren volledig gerenoveerd en daarom moet de hele inboedel tijdelijk verhuisd worden. Vandaag gaat het eigenlijk over meer dan 2500 stukken die we de afgelopen maand hebben geïnventariseerd, hebben gewaardeerd. Daarvan hebben we er eigenlijk vandaag 200 gekozen. Die worden overgebracht naar een tijdelijk depot. En dat tijdelijke depot is de Kapucijnenkerk, een honderdtal meter verderop. 200 vrijwilligers vormen een menselijke ketting om zo alle voorwerpen veilig te stockeren. Als Bruggeling vind ik dat wel heel bijzonder om hier vandaag wat erfgoed te zien passeren of door mijn handen te gaan. En Barbara is niet alleen. In een mum van tijd had Toerisme Vlaanderen genoeg vrijwilligers gevonden om mee te helpen. Erfgoed spreekt echt aan. Mensen voelen zich betrokken bij erfgoed. Het vertelt ook een beetje het verhaal van de Bruggelingen van heel Vlaanderen. En dan werken mensen zeer graag mee. Dus in plaats van te werken met een professionele verhuisfirma, vonden we het wel verstandig of heel leuk om vandaag met vrijwilligers te werken. We zijn met heel veel, denk ik, met 200 mensen. Dus het is wel mooi om te zien dat er een grote opkomst is en dat er heel veel mensen gehoor geven aan de oproep. De eerste voorwerpen maken een weg. Naar een nieuwe bestemming. Alles verloopt heel vlot en we schuiven alle fragile stukken veilig door. En de handschoenen geven ook veel grip, dus komt goed. Na de verhuizing start in de lente de renovatie. Toerisme Vlaanderen hoopt in 2028 klaar te zijn met de werken. Het wordt geen museum, maar het wordt wel een plek waar je ontdekt hoe die zusters benedictinessen 400 jaar hebben geleefd, gewoond en gewerkt. Heel symbolisch.